Je denkt dat je het niet kan, hoorde hij de regelaar zeggen. Een ronde, donkere klank. Maar het enige dat hij zag was de zee. Hij keek naar de draaikolk die het water omlaag trok. Onder de blauwe lucht lag een regelzand. Ze was nog dun. Kasper hoorde hoe de stem verder en verder van hem afging. Maar Kasper Glas, jij kunt elk verhaal afmaken. Jij kunt meer dan je denkt. Twijfel nooit. 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 Weet u wie van deze kinderen dyslexie heeft? Avonturen van Glas. Een boek voor iedereen.